Op 23 januari een slotstand van 605.62. En dat is in ieder geval een duidelijke richting op de dagkaart. Het was een aantal dagen lang was het kwakkelen en een beetje heen en weer geschuifel. En het was zeer de vraag wie als eerste initiatief zou tonen. Gisteren was er een beetje aanleiding dankzij de swingteller op min 1. Maar de candlekleur toen nog zwart. Vandaag in ieder geval een duidelijke richting. Zwart met min 2 op de swingteller en de RSI. En dat is dan wel weer hoopgevend. Nipt onder de 50-lijn, tevens de OS-lijn. En dat betekent dat de correctie op de dagkaart binnen de daily uptrend een wat steviger karakter krijgt. Maar de vraag is, gaan we nu een trendbreuk zien of niet? En dan kom ik toch weer terug op het verloop van de RSI. Daar zien we de rode lijn nu onder die 50-lijn. En nogmaals met die OS-lijn dicht vastgeplakt tegen de 50-lijn is dat al vrij snel een zogenaamde oversold reading. En dat betekent, en dat hebben we in het verleden eerder gezien, dat er zo rond de huidige niveaus 605 tot 602, oftewel druk op de SMA-lijn, maar daar wel bodemen om dan heel voorzichtig en ja toch wel met de nodige moeite het proces van hogere top hogere bodems in stand te houden. Dit zou normaal gesproken een volgende stap van de markt kunnen zijn. Het wordt natuurlijk een heel ander verhaal als om wat voor reden dan ook opnieuw met een zwarte candle flink druk wordt gezet en zelfs onder de SMA-lijn wordt bewogen. En dan heb ik het over koersvorming onder 602. Dan zal de correctie naadloos overgaan in een zogenaamde breakout beweging. En dan wordt het plaatje toch wel heel anders, want dan gaan we een negatieve overgangsfase in. Ik hou even vast aan het verloop nogmaals van de RSI en die stuurt aan op bodemvorming. Morgen eens bekijken of er vanaf de huidige niveaus misschien een streepje lager, maar dat er dan wel een witte candles gaan verschijnen. En dat mogen dan de indicaties zijn van topvorming en dat biedt dan nieuwe EL-kansen. Voor die tijd eventjes afwachten en koopposities, dat mogen duidelijk zijn. Gelet op de exit long conditie aanbeveling, de koopposities klein houden of helemaal neutraal. De DAX doet mee in dit berengeweld. Vandaag bijna 1% er vanaf. En we zien dat er nu een heftige strijd wordt gevoerd met de stippenlijn rond 13.000 en een beetje 13.420. Met ook hier de swingteller naar een min 1 stand. En dus ook hier voldoende berendruk richting de SMA-lijn. Ook hier nog steeds een proces van hoger top, hogere bodems. De RSI nadert de 50-lijn. Dus het zal mij niet verbazen als er ergens rond deze niveaus, misschien een streepje lager, met een witte candle wordt geprobeerd te bodemen. Om daarmee dus de uptrend intact te laten. En dan zal zowel bij de DAX als de AIX de sleepkabel, de 55 SMA-lijn, wederom prima dienst doen als dynamische trendlijn. Dat moet de komende dagen blijken.